Melvin doet een cursus Engels. Zijn medecursist Enrico praat met de docent. Lees eerst de vraag. Kijk daarna naar de video. Hier, Enrico, je schrijfopdracht. Oké, dankjewel. Ja, je hebt bijna geen fouten gemaakt met de volgorde van de woorden. Heel goed. Soms maak je nog een foutje met de werkwoorden, maar die hoef je ook nog niet allemaal te kennen. Alleen, niet alle woorden zijn goed geschreven. Kijk, er zitten nog best veel spelfouten in. Ja, ik zie het. Oh, ik kon ook niet alle woorden vinden in mijn woordenboek. Oké, misschien kan iemand je brief nog eens doorlezen als hij af is. Heb je dat aan iemand gevraagd? Nee. Oké, nou, je kunt de volgende keer je brief aan een medecursist geven. Aan Melvin bijvoorbeeld. Of iemand anders. Die kan er dan nog fouten uithalen. Oké. Ja, en voor Melvin is dat ook een goede extra oefening. Ja, dat is een goed idee. Goed, oké. Dan zie ik jullie de volgende les weer. Oké, tot donderdag. Tot donderdag. Tot ziens. Waarmee heeft Enrico de meeste fouten gemaakt in zijn brief? Met de volgorde van de woorden. Met de spelling. Met de werkwoorden. Melvin doet een cursus Engels. Zijn medecursist Enrico praat met de docent. Lees eerst de vraag. Kijk daarna naar de video. Hier, Enrico. Je schrijfopdracht. Oké, dankjewel. Ja, je hebt bijna geen fouten gemaakt met de volgorde van de woorden. Heel goed. Soms maak je nog een foutje met de werkwoorden, maar die hoef je ook nog niet allemaal te kennen. Alleen, niet alle woorden zijn goed geschreven. Kijk, er zitten nog best veel spelfouten in. Ja, ik zie het. Oh, ik kon ook niet alle woorden vinden in mijn woordenboek. Oké, misschien kan iemand je brief nog eens doorlezen als hij af is. Heb je dat aan iemand gevraagd? Nee. Oké, nou, je kunt de volgende keer je brief aan een medecursist geven. Aan Melvin bijvoorbeeld. Of iemand anders. Die kan er dan nog fouten uithalen. Oké. Ja, en voor Melvin is dat ook een goede extra oefening. Ja, dat is een goed idee. Goed, oké. Dan zie ik jullie de volgende les weer. Oké, tot donderdag. Tot donderdag. Tot ziens. Welk advies over brieven schrijven geeft de docent aan Enrico? Laat je brief controleren door iemand anders. Gebruik een woordenboek tijdens het schrijven. Lees je brief nog een keer door als je klaar bent.
Silvana kijkt naar het nieuws op televisie. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Goedenavond en hartelijk welkom bij Regio Nieuws. Eerst nieuws uit Barendrecht. Daar is gisteren een bijzondere bioscoop geopend. Bioscoop Gloop heeft in totaal 9 zalen. De bioscoop heeft 6 gewone zalen, 2 3D-zalen en een aparte kinderzaal. Gloop is de eerste bioscoop in Nederland met zo'n zaal. De zaal is speciaal gemaakt voor kinderen en hun ouders. Dat kun je zien aan de vrolijke kleuren en de speciale stoelen. En natuurlijk aan de films die in de zaal draaien. Bioscoop Gloop heeft tijdelijk een speciale openingsactie. In het weekend betalen kinderen nu 4 euro voor een kaartje en volwassenen 6 euro. Door de week zijn de kaartjes nu ook goedkoper. Van maandag tot en met donderdag zijn kaartjes voor kinderen maar 3 euro en voor volwassenen 5 euro. De openingsactie duurt tot zondag 6 maart. En nu nieuws uit Maasdam. Waarom is de nieuwe bioscoop zo speciaal? Er is een kinderzaal. Er zijn erg veel zalen. Er zijn veel 3D-zalen. Silvana kijkt naar het nieuws op televisie. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Goedenavond en hartelijk welkom bij Regio Nieuws. Eerst nieuws uit Barendrecht. Daar is gisteren een bijzondere bioscoop geopend. Bioscoop Gloop heeft in totaal 9 zalen. De bioscoop heeft 6 gewone zalen, 2 3D-zalen en een aparte kinderzaal. Gloop is de eerste bioscoop in Nederland met zo'n zaal. De zaal is speciaal gemaakt voor kinderen en hun ouders. Dat kun je zien aan de vrolijke kleuren en de speciale stoelen. En natuurlijk aan de films die in de zaal draaien. Bioscoop Gloop heeft tijdelijk een speciale openingsactie. In het weekend betalen kinderen nu 4 euro voor een kaartje en volwassenen 6 euro. Door de week zijn de kaartjes nu ook goedkoper. Van maandag tot en met donderdag zijn kaartjes voor kinderen maar 3 euro en voor volwassenen 5 euro. De openingsactie duurt tot zondag 6 maart. En nu nieuws uit Maasdam. Hoeveel gewone zalen heeft Bioscoop Gloop? 2 6 9 Silvana kijkt naar het nieuws op televisie. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Goedenavond en hartelijk welkom bij Regio Nieuws. Eerst nieuws uit Barendrecht. Daar is gisteren een bijzondere bioscoop geopend. Bioscoop Gloop heeft in totaal 9 zalen. De bioscoop heeft 6 gewone zalen, 2 3D-zalen en een aparte kinderzaal. Gloop is de eerste bioscoop in Nederland met zo'n zaal. De zaal is speciaal gemaakt voor kinderen en hun ouders. Dat kun je zien aan de vrolijke kleuren en de speciale stoelen. En natuurlijk aan de films die in de zaal draaien.
Bioscoop Geloop heeft tijdelijk een speciale openingsactie. In het weekend betalen kinderen nu 4 euro voor een kaartje en volwassenen 6 euro. Door de week zijn de kaartjes nu ook goedkoper. Van maandag tot en met donderdag zijn kaartjes voor kinderen maar 3 euro en voor volwassenen 5 euro. De openingsactie duurt tot zondag 6 maart. En nu nieuws uit Maasdam. Silvana is 30 jaar. Ze wil op donderdag 3 maart naar bioscoop Gloop. Hoeveel moet ze betalen? 3 euro. 4 euro. 5 euro. 6 euro. Eren is met zijn vriend Mark bij de gemeente. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Kan ik u helpen? Ik heb een zoon gekregen. Gisteren. Gefeliciteerd. U wilt dus aangifte doen van de geboorte. Mag ik uw legitimatiebewijs? Nee, vergeten. Ach, kan gebeuren. U kunt tot 2 dagen na de geboorte aangifte doen. Dus het mag morgen ook nog. Want vanmiddag zijn we gesloten. Bent u getrouwd? Ja. Dan moet u ook het trouwboekje meenemen. Morgen zijn we tot 12 uur open. U kunt op internet een afspraak maken. Dan hoeft u niet zo lang te wachten. Kan dat niet meteen hier aan de balie? Helaas, alleen online. Oké, bedankt. Waarom is Mark bij de gemeente? Hij is zijn legitimatiebewijs kwijt. Hij gaat binnenkort trouwen. Hij wil een geboorte aangeven. Eren is met zijn vriend Mark bij de gemeente. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Kan ik u helpen? Ik heb een zoon gekregen. Gisteren. Gefeliciteerd. U wilt dus aangifte doen van de geboorte. Mag ik uw legitimatiebewijs? Nee, vergeten. Ach, kan gebeuren. U kunt tot 2 dagen na de geboorte aangifte doen. Dus het mag morgen ook nog. Want vanmiddag zijn we gesloten. Bent u getrouwd? Ja. Dan moet u ook het trouwboekje meenemen. Morgen zijn we tot 12 uur open. U kunt op internet een afspraak maken. Dan hoeft u niet zo lang te wachten. Kan dat niet meteen hier aan de balie? Helaas, alleen online. Oké, bedankt. Wanneer kan Mark terugkomen bij de gemeente? Vanmiddag. Morgenochtend. Over 3 dagen. Eren is met zijn vriend Mark bij de gemeente. Lees eerst de vraag, kijk daarna naar de video. Kan ik u helpen? Ik heb een zoon gekregen. Gisteren. Gefeliciteerd. U wilt dus aangifte doen van de geboorte.
Mag ik uw legitimatiebewijs? Nee, vergeten. Ach, kan gebeuren. U kunt tot 2 dagen na de geboorte aangifte doen. Dus het mag morgen ook nog. Want vanmiddag zijn we gesloten. Bent u getrouwd? Ja. Dan moet u ook het trouwboekje meenemen. Morgen zijn we tot 12 uur open. U kunt op internet een afspraak maken. Dan hoeft u niet zo lang te wachten. Kan dat niet meteen hier aan de balie? Helaas, alleen online. Oké, bedankt. Mark wil de volgende keer niet zo lang wachten. Wat kan hij dan het beste doen? Een afspraak maken aan de balie. Een afspraak maken via internet. Voor 12 uur naar de gemeente gaan. Na 12 uur naar de gemeente gaan.